Marco! Roland! Hallo! Vriend. Wij zijn het zoveelste team dat Michiel mag vervangen, hè? Ja. Deze week, in de achteruitkijkspiegel. Hij blijkt een beetje onvervangbaar. Ja. Ja. Ja, we missen hem wel. Maar volgende week is hij weer terug als alles mee zit. Gelukkig maar. Maar deze keer mogen wij het doen. Gezellig ook. Ja. Vind ik leuk. Waar gaan we het over hebben? Het nieuws kunnen we niet omheen deze week. De onthulling van de Mazda 3. Nee. Vind je ervan? We kunnen er niet omheen en ik wil er ook niet omheen. Want ik vind hem echt weer cool. Ja? Ja. Het is net weer een beetje provocerender dan zijn voorganger. Weet je, die auto klopt qua lijnvoering niet helemaal. Nee. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, de voorkant is heel erg in balans. Ja. Vind ik heel mooi. Heel erg Mazda 6. Ja. Maar dan kom je naar achter en er zit een soort bolletje achter de motorkap. En dan een achterkant die weer heel scherp getekend is. Ja. En het is een beetje een mengelmoesje. Ja. Het is natuurlijk wel ook een beetje typisch Mazda. Ja. Maar hij ligt net niet helemaal. Je blijft continu zoeken naar wat er nou eigenlijk niet en komt in die auto. En dat vind ik nou de kracht. Heb jij al in de 6 gereden, de nieuwe 6, of niet? Nee, helaas niet. Nee. Nou, ik wel. En mede dat zorgt ervoor dat ik me echt ontzettend verheug op deze auto. Want ja? Die 6 is echt goed. En nou komen ze met die 3. Mm. En ook weer nieuwe Skyactiv technologie. Zo'n EP5 met 100 pk. Ik heb een zwak voor Mazda, omdat ze volledig hun eigen koers varen. En ja. Ik ben heel erg benieuwd wat deze gaat doen. Ja, geen turbo's inderdaad, maar je hebt wel mijn gereden zo'n Skyactiv blok. Ja. Kan het een beetje de concurrentie aan? Ja, het is, je mist nog steeds een beetje die souplesse onderin. Mm. Maar ze zijn stil, ze zijn efficiënt, ze zijn waarschijnlijk betrouwbaar, het merk kennende. Dus ja, ik zie daar echt wel een goede toekomst. En als ze nou slim zijn, dan trekken ze die Mazda 3-lijn wat mij betreft in de breedte. Hè? Kom nou eens met een goed modellenoffensief. En dan de Mazda 3-lijn en dan ook als coupé en cabrio? Of ja, bijvoorbeeld dat. Maar ik zet ook meer in een MPV'tje. Weet je wel, die Mazda 5, ja. die trekt het ook niet meer echt natuurlijk. Ik denk dat er nog wel groei in zit, ja. Ja, we zijn heel benieuwd. Laten we hopen dat het voor de zakelijke markt bij het technisch ook allemaal een beetje leuk is. En true. Dan komt dat goed. Hey Duco, heb je eigenlijk al naar het publiek gezwaaid deze week of niet? Kijk, juist. Dat is Duco, hè, onze cameraman. Duco. En verder, wat was er nog meer in het nieuws? De opmerkelijke stap van Citroën. Dat merk is natuurlijk al jaren zeer dominant in de rallysport. Ja, de WRC. Ja. Blijkbaar zijn ze het zo zat om altijd met te winnen dat ze nu de overstap naar het WTCC gaan maken. Ja. Het is weer wat anders. Zijn ze natuurlijk wel in het verleden actief geweest. Ik kan me de Saxo Cup herinneren. Ik kan me een AX Cup herinneren. Zeg maar in de normale autoracerij, dus niet op gravel en dat soort dingen. Zo bedoel je dat? Precies, de asfaltracerij, ja. Zo gezegd. Ja, ook. Het was wel groen trouwens. Maar goed. Oh, hoi. Maakt niet uit. Sorry mensen achter me. Ja. Ze keren daar weer naar terug. En ze nemen gelijk Sebastian Lubb mee. Nou, die was na 9 wereldtitels was hij er ook al klaar mee. Die had zoiets die tijd is gewoon binnengekomen. Mag ik alsjeblieft wat anders doen? Nou, vooruit. Hier heb je een auto. Maar weten we eigenlijk al waarmee ze gaan rijden? Nee, ze hebben een heel mysterieus plaatje onthuld. Ja. Van Sebastian Lubb, die gehelmd en geoverald kijkt naar een auto. Kwijlend naar zijn auto staat te loeren, ja. We denken een raceversie van de DS3. Ja. Dat zou voor de hand liggen. Ja. Maar ja, wie weet grijpen ze het wel aan om een heel nieuw model te presenteren. Ja. Dat zou ook kunnen. Hey, en weten we eigenlijk al wie zijn tweede rijder wordt? Nee. Nee. Daar zag ik Frits van Eldik, de bekende autosportfotograaf, van de week iets leuks twitteren. Want die memoreerde inderdaad die AX Cup. En wie is er ooit in de AX Cup begonnen? Sander van Es? Nee. Oh. Tom Coronel. Ah ja. Hey, WTCC, dat zou best wel eens een hele gave link kunnen zijn. En Citroën kennende zijn ze behoorlijk competitief. Tom is competitief. Kan leuk worden. Nou, ik zeg winnend combinatie. Ik hoop het. Ik vind dat zo'n gave klasse ook, dat WTCC. Ja? Ja, vind ik geniaal. Ja, ik persoonlijk ik heb meer met Formule 1. Maar wat is er zo leuk aan dat? Ja, close racing man. Spiegeltje aan spiegeltje, bumpertje aan bumpertje. En dan stuiterend door die bochten heen. Ik kan er echt van genieten. Ja. Is er ook een knopje waarmee je harder kan? Hellen. Nee, maar dat is maar goed ook, toch? Ja, hebben ze in de Formule 1 wel. Ja, nou woehoe, daar komt het niet meer aan op de rijder. In het WTCC wel. Kijk nou joh, een Range Rover op groene platen. Deze persoon die wilde de economie uit het slop trekken, zo te zien. Een nieuwe zit er niet in, crisis. Ja, vind ik wel gaaf, weet je wel. Zo van, ja, doe mij die maar. Ja, maar op je eraf. Ik zie niet helemaal voor me hoe dat precies werkt. Dan denk je op een gegeven moment, ik wil een statusboek, ik wil een Range Rover. Maar dan moet het toch een tweedehandsje worden. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als mensen die in een villa wonen, maar dan alleen de benedenverdieping verwarmen, omdat de rest niet meer te betalen is, weet je wel. Ja. Hoe dan ook. We hadden het net over een uitgesproken mening geven. Die heb ik ook over het bericht wat er kwam van de BOVAG. Ja. Dat ze autowassen op straat willen ontmoedigen. Nou, ik vond dat zo'n
eigenlijk een beetje een walgelijk bericht. In de zin van wij van WC Eend? Of? Nogal, ja. Ja. BOVAG die vertegenwoordigt natuurlijk ook alle bedrijven die wasstraten hebben en dergelijke. En dan komen ze natuurlijk om het sociaal acceptabel te maken. Met een argument van ja, slecht voor het milieu, dit en dat. En wellicht hebben ze er een punt, maar ik vind het wel erg doorzichtig. Nou ja, kijk, het is absoluut, het is waar. Dus in die zin is het wel goed verzonnen. Want dat spul, auto shampoo, dat is nou helemaal niet zo heel erg goed voor het milieu. Nee. En het komt dan in het grondwater terecht. Dat is het argument waar zij het onder verkopen. Maar ja, ondertussen is wel heel erg de schemering er doorheen van... Kom nou vooral bij ons wassen, want dat is goed voor de ondernemer. Ja, precies. En dat is ook hun taak. Dat bedoel, dat begrijp ik ook wel. Maar daarbij komt, ik haal plezier uit het wassen van mijn auto. Ja, zo'n kneus ben ik. Ik vind dat gewoon leuk om te doen, weet je wel. Ja, je kan me echt raar aankijken. Maar als je even wat moeite erin steekt en mooi poetsen, weet je wel. Dan staat dat ding weer glimmend voor je deur. Ja, dat vind ik wel wat charme. Ja, nou ja, noeste arbeid en dat soort dingen. Alleen, ik heb dan zoiets van, als je naar een goede wasstraat gaat... Wij hebben een hele goede wasstraat waar ik woon. Ja. En daar wordt die, zelfs met van die moeilijke wieltjes... met allemaal 40 miljoen spaakjes erin, dat wordt gewoon schoon. 100 miljoen miljard, ja. Ik ken overigens heel veel wasstraten waar dat niet het geval is. En dan zit er onder je spoiletje nog ranzigheid en onder je kentekenplaat. En als je zo neuroot bent als ik, dan word je daar niet blij van. Maar als we het dan als volgt doen, dan ga ik op zondag de auto door de wasstraat doen... en dan kom jij de randjes schoonvegen. Dan moet ik voor jou gaan werken. Volgende onderwerp. Kijk dan. Dat is zo erg klein voor mij, denk ik. Een soort skeltereffect als ik erop ga zitten. Ik denk eerlijk gezegd dat jij erop gaat zitten dat je zijdeeltjes hebt. Moet je horen. Zo, hey. Wat zeg je? Doe eens. Kijk. Mooie kar, man. Dat is echt een mooie fiets. Ja, toch? Ja, hoe kun je nou zeggen dat dat niet gaaf is? Auto's zijn te gek, motoren evenzo. Wieletje trekken, zag je dat? En op het achterwieletje. Als ik dat zou doen, dan zou ik allemaal niet mijn nek breken, denk ik. Maar hoor dat dan. Gaaf. Ja. Hey, nog wilde plannen van het weekend of ga je lekker rustig de autoweek lezen? Ik ga zeker ook de autoweek lezen, maar ik ben van plan om naar de TT in Assen te gaan. Oh, dat is natuurlijk een beetje mijn nieuwe hobby. Ja. Op twee wielen door het leven scheuren. Ja, je bent van mijn geloof gevallen. Als het van mijn geloof gevallen. Dus ik heb er een extra geloof bij, zeg maar. Ik ben nu omnivoor geworden. Ah ja, jij bent multireligieus. Zo is dat. Ja, en ik kan eerlijk gezegd niet wachten, dus gas erop. Ja. En lekker met de auto in de file 3 uur daar naartoe dan? Nee, natuurlijk niet. Ik regel mijn zaken gewoon goed.